Hoi, en super leuk dat je kijkt naar deze weekendvlog. Als jullie me vorige weekvlog hebben gezien aan het eind, dan had ik verteld dat ik niet meer ga weekvloggen. Ik ben nu namelijk bezig met afstuderen. Dus ik ben nu echt druk bezig met mijn eindproject. Ik vind het best wel een leuk project, maar ik weet niet of ik er iets over kan zeggen. Misschien als ik klaar ben, als ik het gehaald heb, dan kan ik het wel laten zien wat ik heb gemaakt en zo. In plaats van dat ik ga weekvloggen, ga ik wel weekendvloggen. Want ik moet door de week gewoon 7 uur per dag aan school zitten. En ja, in het weekend heb ik dan gewoon vrij, zeg maar. Dus ik ga de komende 4 weken een weekendvlog voor jullie plaatsen. En die zal ik dan op vrijdag online zetten. Dus, heb je zin in deze weekendvlog? Doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram. Mijn gebruikersnaam is Esme Geel. En ja, dan gaan we maar gelijk beginnen met deze weekendvlog. Ik heb mijn kamer trouwens helemaal examenproef ingesteld. Ik heb de printer van beneden naar boven gehaald. Ik heb hier een eigen, nou ja, van een oud foamboard heb ik een snijplankje gemaakt. Ik heb mijn standaard voor mijn laptop, ja het is echt een troep, sorry. Maar ik heb mijn standaard voor mijn laptop nog steeds niet binnen. Dus ik heb er nu even ja, boeken en dozen en zo onder gezet. Zodat ik niet last krijg van mijn rug. Hier zitten al mijn foamborden in waar ik op moet gaan presenteren. Ze zijn echt groot. Ja, ik moet zeg maar maandag dan mijn concept presenteren. Die week erop mijn ontwerp en dan 2 weken daarna moet ik, zeg ik dat goed? Nou, in ieder geval begin juni of zo moet ik dan mijn eindontwerp presenteren. Ik heb wel al een beetje het idee dat ik mijn concept klaar heb voor maandag. Dus ik kan nu niet echt heel erg veel doen, want ik kan nu wel iets gaan ontwerpen, maar mijn concept moet eerst goedgekeurd worden. Ik moet alleen nog even een presentatie maken en dus die foamborden. Oh, en ik wilde trouwens nog iets tegen jullie zeggen, want ik heb op mijn Q&A video echt zoveel lieve berichtjes van jullie gekregen. Ik heb echt met plezier gewoon al die comments gelezen. Dus daar was ik echt heel erg blij mee. Dus dankjewel daarvoor. De postbode die belde net aan. Hier zijn net 2 pakketjes geleverd. Eentje van Omoda en eentje van Rebro Cosmetics. Wat leuk. Er zit een handdoek in. Echt heel leuk. Nou, andere kant. Dit is hem. Echt heel leuk. Thanks. Dus dat was van Omoda. Dan heb ik hier nog een pakketje van Rebro. Wow. Oh. Dit is alles wat erin zit. Het zit echt bomvol. Speciaal voor de zomer deze heerlijke Summer Escapes Body Mist. Nu tijdelijk verkrijgbaar bij Kruidvat voor 4 euro. Oh my god. Dit is denk ik een ananas slinger of zo. Let's Flamingo. Vet schattig. Oh kijk, er zit ook flamingo bij. Oh, dit is denk ik zo'n lampion. Ja. Vet leuk dat ze dit erbij doen. Oh. Oh my god, dit ziet er echt heel leuk uit. Ik ga het zien. Kijk, dit is wat erin zit. Dit is de Ibiza Dreams Body Mist. Dit is Mallorca. Miami Vibes. Bali Breeze. Oh. Bess en ik die zouden deze zomer natuurlijk naar Bali gaan. Maar dat gaat natuurlijk niet door. Of nou ja, het is nog een beetje onduidelijk. Vet lekker. Maar ja, dit is dus te koop bij Kruidvat. Vet chill, dankjewel. Johan en ik hebben even een break. Guess where we are going. Yeah. Oh, is dat yummy. Oh, even mijn gordel afdoen. Yummy, yummy. Lekker hoor. Maar dat chili is echt lekker daarbij, hè? Het was erg druk. Ja, maar we kregen het wel vet snel. Wat ja. Volgens mij doen ze al wat voorwerk of zo. Volgens mij eten we vanavond ook weer patat. Met die kip. Oh nee, het zit op mijn jas. Dat dacht ik wel om even laten zien. Lekker? Mm-hmm. Oké, ik ben echt even klaar met school. Ik heb wel mijn laptop standaard binnengekregen, dus dat is echt chill. Kijk. Hij staat nu nog steeds op boeken, maar ik vind dit eigenlijk wel een chille hoogte, dus ik laat het even zo. Ik heb net een winactie online gezet op mijn Instagram. Dat is deze, dus als je mee wilt doen, moet je het even checken. Hij staat ook in mijn hoogtepunten. Je kunt, als je deze video online zet, kun je volgens mij nog heel even meedoen. Ik ga nu even mijn mobiel opladen, want ik ga straks best weer tegemoet rijden met de scooter.
Dan gaan we lekker kip eten. Want mijn vader die heeft bij de poelier in Alkmaar kip gehaald. En dat is echt de lekkerste kip die er bestaat. Dus daar heb ik zin in. Good morning guys. Het is vandaag zaterdag. Het is al 11:50. Ik heb nog geen make-up op, maar dat ga ik straks doen. Ik heb hier echt een hele droge plek. Ik weet niet hoe dat kan, maar ik smeer me wel gewoon goed in. Ik ben vanmorgen bezig geweest met het ontwerpklusje voor het modellenbureau. En die heb ik af. En ik vind hem zelf echt heel erg leuk geworden. Oké, ik ga nu wel even mijn make-up doen. En dan ga ik daarna nog wat dingetjes doen voor school. Maar ik kan wel even filmen als ik mijn make-up doe. Ik denk wel dat mijn camera zo uit gaat vallen, want hij is niet helemaal vol. Oké, ik wilde filmen hoe ik mijn make-up ging doen, maar toen viel mijn camera uit. Maar ik heb dus nu net mijn make-up gedaan en toen heb ik de camera even opgeladen. Ik ga zo even naar het dorp, want ik moet nog even langs de HEMA. Want ik heb een liniaal nodig, een puntslijper en ik wil nog even iets van een bakje voor mijn make-up ofzo. Waar ik mijn spullen in kan doen, want het ligt nu altijd los op mijn bureau. En ik moet nog United Wardrobe pakketjes wegbrengen. Had ik dat al gezegd? Volgens mij niet. Oké, ik heb even een liniaal gehaald en een puntslijper en lekker tompoesje bij de HEMA. Ik had daar echt al zo lang zin in. En vorige keer was ik bij de HEMA en toen hadden ze dat niet. Dus ik dacht, nou, nu neem ik het mee. Dus dat ga ik straks opeten. We hebben net lekker aardbeidjes gegeten met witbrood. Nu ga ik verder met school. Oké, waarschijnlijk is het jullie vast niet ontgaan. Maar er is dus op Instagram zo'n run 5, donate 5 en tag 5 actie ding of zo. Dus dan moet je 5 kilometer hardlopen. Maar zoals jullie weten, ik hou gewoon echt niet van hardlopen. Dus ik ga nu skileren. Bruis vindt het een beetje eng. Dus ik ga nu een rondje met mijn vader skileren. En dan moet ik dus 5 euro doneren. En nog 5 andere mensen taggen. Nou, ik ben er weer hoor. Ik heb niks gefilmd. Ik was eigenlijk echt alleen maar druk bezig met skileren. Ik kan het wel even laten zien. Ik heb er 24 minuten over gedaan over 5 kilometer. Nou, prima. Oké, let maar even niet op de troep. Maar er is net weer een pakketje binnengekomen. Van de Zara. Oepsie. Het is wel in 2 keer verstuurd. Ik had 4 dingen of zo. En het is dus in 2 keer verstuurd. Dus ik weet niet wanneer die andere komt. Ik heb trouwens morgen ook nog een hele leuke shoplog review-achtig. Dat zal ik even achter deze video aanplakken van Opolly. Want daar heb ik namelijk ook allemaal kleding van ontvangen. Ik heb een witte broek besteld. Deze heb ik al in het blauw. Want deze heeft zeg maar zo'n split hier. Ik heb deze in de maat 36. Dus 30 euro. En dit is de productcode. En dan heb ik nog een topje. Dit is wel echt een heel bekend topje van de Zara. Ik had hem echt wit verwacht, maar hij is meer een beetje beige. Kijk, zo kan je het verschil wel zien. Maar deze heb ik in een maat S. Ik moet hier wel echt een goede witte BH voor onder zoeken. Die heb ik namelijk niet. Ik denk dat ik deze wel ga houden. Ik vind deze echt heel mooi. Met een blazer of zo eroverheen. Deze was maar 16 euro. Dit is de productcode. Oké, ik heb nu die broek aan. En je ziet het waarschijnlijk al, hij schijnt mega erg door. Ik heb dus een body aan en dat zie je echt heel erg. Ja, mijn shirt schijnt ook door, ik weet het. Maar deze ga ik sowieso terugsturen, want ik wil eigenlijk echt een broek die niet doorschijnt. Verder zit die wel gewoon echt mooi, maar ik weet niet of ik die split nog leuk vind. Maar ja, in ieder geval deze ga ik terugsturen. En dit is die kanten body. Deze vind ik wel echt heel erg mooi. Ik heb er nu een beetje een huidskleurige, roze-achtige BH onder en dat kan op zich ook wel. Dit is de achterkant. Ja, ik vind deze wel echt heel erg mooi. Ze hebben deze ook in het zwart. Misschien dat ik die ook wel ga bestellen. Deze hou ik wel. Oké, het is wel even iets later en ik ga mijn wenkbrauw weer verven. En misschien ook mijn wimpers. Ik zal het wel even afhalen. Ik zou ook mijn wenkbrauw weer laten microbladen. Maar ik wacht daar nog even mee. Want waarschijnlijk gaat mijn vakantie niet door. Dus dan vind ik het ook zonde. Kijk, dit is hoe mijn wenkjes er nu uitzien. Zonder product. Nou, op zich, ze hoeven nu niet. Nee, het is wel mooi als het geverfd is. En het wordt nu ook weer lekker weer. Dus dan vind ik het ook gewoon lekker om wenkjes te hebben. En ik gebruik nog steeds die Refecto Seal. Ik vind hem echt super chill. Echt een aanrader. Als je mijn video nog niet hebt gezien, check even het i'tje.
guys, het is vandaag zondag. Ik heb me net een beetje opgemaakt, niet super veel. Ik heb alleen een beetje concealer, mascara en een beetje wenkbrauwpoeder opgedaan. En ik heb me omgekleed. Ik heb nu dat topje aan van de Zara die ik gisteren liet zien. En mijn ripflare van Afternoons. Vandaag heb ik niet heel erg veel op de planning. Ik moet wat dingetjes afronden voor morgen. Maar ik denk wel dat het goed komt, want ik ben wel echt bijna helemaal klaar. En Jo en ik die gaan vanmiddag naar een aardbeien-drive. Want dat zit dus ook in Alkmaar. Vet leuk. En Whitney die was daar gisteren en toen zagen we dat. En toen dacht ik, oh my god, daar wil ik ook heen. Dus daar gaan we zo heen. Het is echt mega lekker weer. Het zonnetje schijnt. Hallo. Gaan we naar het bos. Oké, we hebben 2 bakjes met aardbeien. Dus met chocola. Oh, ziet er lekker uit. Ja. Even mijn openmaken. Oh, het is best wel veel, hè? Oh, lekker. Welke zal ik eerst eten? Ik heb melk. Oké, we hebben ook nog andere dingen. Wacht, dit lukt niet. Marshmallow en een donut. Maar deze was toch gemixt? Ik ook een hapje van de donut nemen. Oh, lots of chocolate. Oh mijn god. Past het niet? Lekker, ik vind die aardbeien lekker. Oké, guys, het is even iets later en ik had nog beloofd om een Opolly shoplog hier achteraan te filmen. Dus dat is wat ik nu ga opnemen. Ik heb 2 dozen ontvangen van Opolly en ik kende hun nog niet. Maar ze hadden mij een berichtje gestuurd op Instagram of ik wat dingen wilde uitkiezen. En ik keek eerst op die site en dacht ik echt, dit is niet echt iets voor mij. Als je een beetje goed zoekt, dan vind je echt heel veel leuke dingen. En ik heb alles een beetje in het beige nude thema uitgekozen. Dus dat is ook heel erg leuk. De laatste tijd hou ik sowieso heel erg veel van nude en beige kleren en zo. Dus ik heb nu echt super veel leuke beige items. Dit is alles wat er in de doos zit. Het is best wel veel. Ik zal alle items wel even 1 voor 1 laten zien. Maar dit is de inhoud. Ik heb alle linkjes van de items in de beschrijving hier beneden gezet. En ik ga even beginnen met deze rok. En je denkt echt, hoe kan je hier inkomen? Maar hij rekt dus echt heel erg mee. Hij heeft hier een hele mooie band. En daar staat ook op Opolly. Dit is dus een rok. Het is een beetje zo'n maxi rok. Hij is echt heel mooi. Ik had ook niet verwacht dat het zo'n mooie stof zou zijn. De website en zo deed me een beetje denken aan Boohoo. Maar de kleding en de kwaliteit ervan is echt veel beter. En daar hoort dus deze top bij. Kijk, dat is deze. Ik vind deze ook echt super mooi. Ik heb volgens mij alles in de maat S. UK 8, US 4. Maar deze top hoort er dus bij. Al die modellen op de website die hadden ook echt zulke tieten. Ik heb dat niet, zoals jullie misschien wel weten. Maar dit is dus het topje wat erbij hoort. Ik pas hem wel. Hij is misschien net iets te groot voor mij. Maar ik vind hem wel echt mega mooi. Hij heeft hier ook weer zo'n band en daar staat ook Opolly op. En die is dus heel erg leuk in combinatie met die rok. Echt heel mooi. Wanneer ik dit zou dragen, dat weet ik niet. Maar ik heb wel nog andere items en die zou ik misschien wel met mijn diploma uitrekening aan kunnen. Dan het volgende item en ook deze kwaliteit is echt heel mooi. Ja, ik ben best wel verbaasd. Maar dit is een heel simpel beige jurkje. Hij is wel echt mega kort. Dat zie je straks ook wel op de aanbeelden. Ik zou dit eerder dragen als een soort van onderjurkje of zo, onder een andere jurk. Oh ja, deze vind ik ook heel leuk. Ze hebben allemaal een beetje hetzelfde steltje. Allemaal met van die roesjes en zo. En hier op het bandje staat ook weer Opolly. Deze is ook wel echt super kort. Ik heb zelf lange benen en best wel een lang bovenlichaam. Dus ja, het moet ook maar net passen. Maar ja, dit is hem dus. Het is echt een hele mooie beige kleur. Hij heeft aan de zijkant ook van die roesjes. En ook bij deze, ja, die kwaliteit. Het is gewoon echt heel... Ja, het voelt eigenlijk wel gewoon een beetje luxe of zo. Dan heb ik nog zo'n jurk. En dit is echt mijn favoriet. En ik denk dat ik deze wil aangedoen op mijn diploma uitreiking.
Als het doorgaat trouwens. Maar in ieder geval, dit is de jurk. Hij heeft aan de achterkant, dat zal ik wel even eerst laten zien. Zo'n, ja, hoe zeg je dit? Zo'n lace-up bag. Ja, deze is echt geweldig. Het lijkt nu een beetje op een rupsachtig iets. Maar ook deze rekt weer echt heel erg mee. Maar ik vind deze echt prachtig. Hij heeft ook weer van die roesjes aan de zijkant en aan de achterkant. Ja, deze is echt geweldig. En deze is ook heel erg mooi lang. Dit is echt mijn favoriet van alle items. Dan ga ik verder met de tweede doos. Hier zitten nog twee items in. En dit is een setje. Dit is denk ik mijn tweede favoriet. Want ik vind deze ook heel erg mooi. Dit is een soort van pantalonbroekje. Heel mooi. Er zit ook een riem bij. Maar die zou ik denk ik niet dragen. Ik vind het leuker zonder. Dit is het broekje. Kwaliteit voelt ook weer gewoon echt heel erg goed aan. Hij heeft zakken. Ik weet niet of deze kleur mij nu mooi staat. Omdat ik nu nog best wel bleek ben. Maar als ik straks een kleurtje heb, dan zal het vast wel mooier staan. En dit is de blazer die erbij zit. Er zit schoudervulling in. Deze is ook echt geweldig mooi. Het is heel mooi afgewerkt. De kwaliteit is gewoon heel mooi en stevig. Ja, ik vind hem gewoon echt helemaal top. Dus dat is deze. Ik vind dit setje ook echt helemaal geweldig. Linkjes van alle items zet ik in de beschrijving. Ik ben eigenlijk best wel positief verrast. Ik ben hier niet voor betaald. Ik heb de items wel gekregen. Ik vind het leuk om nieuwe webshops te ontdekken. Want ik bestel best wel regelmatig bij dezelfde webshops. Maar ik dacht, ik ga een keer uit mijn comfortzone. Want ze hadden echt ontzettend veel items waarvan ik in eerste instantie dacht van, nou, dat is niks voor mij. Maar nu ik het aan heb gepast, dacht ik echt, wow, dit staat eigenlijk best wel heel erg mooi. Ik ben echt best wel onder de indruk. Dus ja, dat wilde ik jullie even laten weten. En dan gaan we nu verder met de vlog. Het is nu 7:15 en ik heb net avond gegeten. En ik heb daarvoor de hele tijd aan school gewerkt. Ik heb echt een beetje zo'n inkakker of zo. Ik ben echt ontzettend moe de laatste tijd. Omdat ik gewoon echt de hele dag gewoon dan met school bezig ben. Dus sorry als ik een beetje chagrijnig of ongeïnteresseerd overkom. Het is gewoon echt omdat ik gewoon ja, mijn examens wil halen en mijn diploma wil. En gewoon een goed cijfer wil halen voor mijn project. Misschien merken jullie het ook wel helemaal niet hoor. Maar ik merk aan mezelf een beetje dat ik niet heel opgewekt ben ofzo. Ik moet nog even kijken wat voor video ik voor dinsdag ga uploaden. Want ik ga nu dus op dinsdag en vrijdag uploaden. Ik heb voor aankomende dinsdag, dus voor jullie de dinsdag die net al is geweest, heb ik nog geen video. Misschien dat ik er ook niet eentje ga maken omdat ik nu gewoon zo druk ben. Ik moet morgen even kijken, want morgen heb ik mijn conceptpresentatie. Ik ga nu deze vlog even bewerken, kijken hoe lang hij is. Volgens mij is hij wel lang. En dan ga ik nog even mijn presentatie afmaken voor school. Maar ik hoop in ieder geval wel dat jullie deze weekendvlog leuk vonden om te zien. De aankomende 4 weken ga ik dus een weekendvlog plaatsen. Ik moet ook nog even kijken daarna hoe druk ik het ga krijgen met school. Want ik heb ook nog een aantal andere opdrachten die sowieso af moeten voor andere vakken. Maar dat zie ik over 4 weken, want die komen daarna pas. Dus ik hoop dat jullie deze weekendvlog leuk vonden. Vond je het leuk? Doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je het nog niet hebt gedaan. En ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram. Mijn gebruikersnaam is Esmichiel. En dan zie ik jullie, bij de volgende video. Doei!